Want wat je nu hoort is bijvoorbeeld uit Zuid-Afrika, maar daar is de samenstelling van de bevolking is anders. Er zijn al meer mensen die de infectie hebben gehad. Er zijn andere infecties die daar dominant zijn geweest. Dus je kunt wat je daar meet niet één op één vertalen naar de rest van de wereld. Dat vergt nog even. Maar het is wel het zijn dat we wel tussen de oren moeten hebben. We zijn echt nog niet klaar. We moeten echt ook dat proces van hoe gaan we dit nou in de langere termijn ook met elkaar doen. Nou ja, en wat je ook ziet, we kijken vaak ook natuurlijk naar andere landen met een schuin oog. Landen als Portugal en Denemarken, waar het lange tijd heel goed ging. Ja. Daar begint het ook weer. Zij hebben natuurlijk soepelere regels dan wij. Daar zie je het toch weer stijgen. Ja, dus dat maakt natuurlijk uit. In Engeland ook. Ja, precies. Dus daar zie je dat nu de regels ook weer aangescherpt worden. Hier is dat virus dus binnengekomen in een periode dat er net weer strengere regels waren. Dus dat zal verschil uitmaken. En dat is dus echt het proces wat we de komende weken moeten zien. Hoeveel maakt dat uit? Nee.